Aanstaande zaterdag is het zover. Het gevecht van de eeuw, Badder versus Rico. Wij mogen vandaag gaan trainen bij Mike's gym. Nou ja, Mike kennen we natuurlijk allemaal als de trainer van Badder Hari. En we mogen hier gaan knokken om 2 kaarten voor deze wedstrijd te bemachtigen. Ja, en voordat we gaan knokken krijgen we eerst van hem een clinic. Hopelijk leren we dan ook een beetje de moves die Badder Hari ook heeft. En een van ons mag dan gaan vechten, zoals je zegt, tegen een van zijn vechters. Ja, en als jullie de kaarten dan winnen, dan zijn wij zo lief om ze aan jullie te verloten. Dus als jij die kaarten wil winnen, blijf vooral even kijken. Ja. Ja, wat doen. Wordt superleuk. Ja. Even nu gaat vechten, want ik word het sowieso niet. Jezus. Oké. We zijn helemaal omgekleed. Ja, ik heb een blessure, boys. Ja. Ik heb echt last van mijn arm. Ik denk niet dat... Nou, we weten allebei dat jij niet gekozen gaat worden door Mike. Ja, door mijn blessure. Het wordt of Joost of ik. Ik heb een kleine voorkeur voor Joost. Ik weet niet waarom, maar jij bent gewoon lang en hebt een langere reach. Ja. Maar we zullen erom moeten vechten. Nee. Ja, het gaat gewoon heel simpel om 2 kaartjes. Ja, Mike kiest toch? Ja. Ik bedoel, we willen het allebei niet en we zijn allebei niet fit. Maar toch gaan we wel op ons best doen. Tuurlijk. Ja, toch? Let's go. Excuse me for investing on my venture. Walking around your block, like, can I spit you my adventures? I've had a lot of struggle building up my denture. So if you wanna make it costly and adventures. Oh, de gierige gast in de house. Heb je het leuk niet? Goeie, ja, dankjewel, dankjewel. Nou, welkom ten eerste. Dankjewel. Vandaag staat het volgende op de planning. We gaan eerst even trainen. Een klein conditietraining, à la Badder Hari style. En daarna, degene die met de meeste conditie nu nog over hebt. Ja. Die kan tegen een ander vechter van mij vechten. En dat doe je weer om deze 2 kaarten te winnen. Aangeboden door Veronica Fight. Ja. Ja. En dan moet je zelf mee doen wat je wil. Of je gaat zelf kijken. Of je wil ze verloten. Okay. Of je wil ze verscheuren. Whatever. Ja, dat laatste. Okay, nee. Dus, welkom en laten we beginnen. Ja, ja. Top man, dankjewel. Alsjeblieft. Let's train. Oké, dan. Heb jij eerder gemaakt? Ik heb nog nooit gebokst. Nooit eerlijk. Dit is mijn allereerste keer. Ik denk als je onder handen wordt genomen door Mike, dan word je even flink afgemaakt. Ja. We gaan eerst beginnen met 4 stoten te geven. En dat doen we 15 keer. Ja, dus 1, 2, 3, 4. Klaar. Maar je moet ze kruislings stoten. Dus. Ja? Oké, laten we beginnen. Ja, geweldig. Ja, het is even wennen. Ja, dat is wel pittig. Voor Martijn was het heel pittig. Oh, benieuwd. Nee, ik moet zeggen, ja, dat waren een paar pittige oefeningen. Die had ik niet eerder gehad. Dus dat was wel... Vooral deze. Ja. Welke? Ja, ik wil hier maar geen touw op. Ja, hierna mijn pauze. Dan zijn we klaar. Is het toch goed? Ja. Het is nog 1 keer. Ja, toch? Ik merkte ook heel snel dat ik andere oefeningen moest doen dan die andere 2. En toen voelde ik eigenlijk al een beetje aankomen van kut. Het viel me op dat halverwege Joost in 1 keer een andere training kreeg. Dat had ik ook wel door, yes. Yes. Nu kan ik nog minder mijn best doen. Oké, jongens. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor de les. Jij bedankt. Even Hoes. Dankjewel. Oké, nou het is duidelijk wie het wordt. Jij moet het worden. Ja, toen Mike zei dat ik het moest gaan doen. Ja, dan heb je toch geen weg meer terug. Dan moet je het doen. Nou, zijn we net even tegen jou gezegd dat ik het moet gaan doen. Ja, daarom gingen hun steeds verder hier naartoe en jij steeds verder daar naartoe. Want ze moesten me even spreken, zeiden ze. Ja. Dus je hebt mazzel vandaag. Dit zijn mijn echte vrienden. Ja, ja. Ja, dat zijn mijn echte vrienden. Wie wordt mijn vechter? Ik heb Myrtle Groenart. Doe maar niet. Badder Hari. Komt hij vroeger. Ja, kies er maar één. Dan kies ik Badder. Nee, dat is ik Davy. Oké, dan met Dave. Al met al zijn we ergens blij dat wij het niet hoeven te doen. Ja, gasten, maar heel eerlijk. Dave is wel een beetje een machine geworden. Dan maak je toch geen kans. Die gaan jullie de kop groter van ons. Dave is groot, man. Ik zeg eerlijk, Dave is groot, man.
Ik ben niet klein. Maar even een forse jongen kan ik je vertellen. Ja, op een gegeven moment beginnen ze in één keer. Uit het niets. Niemand stond nog klaar, maar ze hadden gewoon zin om elkaar helemaal af te maken. Volgens mij gooide ik één of twee vuisten direct richting hem. En ja, ik weet niet, één zat er of op of op zijn handschoen een beetje. Maar ik hoorde ook om de ring heen een beetje, oh, weet je wel. Toen dacht ik, misschien had ik dit niet moeten doen. Ik zie Joost echt in de 12e versnelling in één keer 2 beuken verkopen. Je ziet in één keer zo'n switch bij Dave. Van, oh, oké. Okay. Dus we gaan boksen. Hij vroeg 3 keer aan mij, doe je een beetje rustig met me? Dus ik dacht, nou, oké, okay, een beetje rustig. En dan kwam ik zelf invliegen. Toen dacht ik, ja. Zelf begin en ga je klappen terugkrijgen. Pijn en ik staan aan de ene kant van de ring. Aan de andere kant staat gewoon fucking Badder Harry. Ja. En die loopt Dave nog een beetje Die staat letterlijk aan bij de ring. Ja, en die zegt Dave. Kom op, laat dit laat je toch niet flikken, jongen. Gaat ie, Joost? Rustig. Ik deed alles verkeerd, dacht ik. Want ik keek naar de grond, ik ging zo. Ik dacht zo dicht mogelijk bij hem, weet je wel, een beetje in de clinch proberen te gaan en die secondes afmaken. Ja, wel een strijder. Hij traint natuurlijk nooit, hij gaat gewoon de ring in, knap, netjes. Ja, dan pak je toch die 2 kaarten. En ik denk dat wij het meest verdiend hebben van, nee, 100%. Van de 3. We hebben een hardere training gehad. Ja. We hebben een hardere training gehad. Nee, Joost, echt serieus. Thanks voor de 2 tickets. Man, eerlijk is eerlijk. Je hebt ze verdiend, alsjeblieft. Wow. Dankjewel. Namens Veronica Fight, dames en heren. Dankjewel. Goed gedaan. Onder de kijkers. Ik ga je zo meteen vertellen wat je hier allemaal voor moet doen. Ik ben het vergeten, want hij het hard. Oh man. Zo, dat was mijn partijtje wel. Dat was een ontzettend lange minuut. Maar goed, voor die minuut heb ik wel 2 kaarten gekregen van Mike. En die 2 kaarten gaan we ook, zoals beloofd, weggeven aan jullie. Ja, en om kans te maken op deze 2 kaarten moet je even heel snel naar veronicatv.nl/giergasten gaan. Staat ook in de beschrijving. En zorg dat je snel bent, want morgen, 20 december, maken wij de winnaars om 6 uur al bekend. Ja, en de meer je hem deelt, de meer kans je maakt. Dus deel hem met al je vrienden. En ja, je maakt eigenlijk alleen kans als jouw vrienden jou ook mee willen nemen natuurlijk. Want je mag 1 iemand meenemen. Dus delen. Gaat delen, voor delen, kaart, delen, jongens. Delen. Laten we.